Hartelijk welkom bij Radio Ecclesia, een radio met goed nieuws. Nieuws met eeuwigheidswaarde. Ik ga verder met de onderwijzing van de Bijbelstudie of Bijbeloverdenking. Ken uw vijand. Deel 2. Christenen en de leer van demonen. Daarvoor ga ik 2 Bijbelgedeelten met u lezen die heel erg belangrijk zijn voor deze studie. En ik adviseer opnieuw, lees mee in uw eigen Bijbel. Het eerste gedeelte nemen we uit Ezechiël, hoofdstuk 28, vers 11 tot en met 19. Het woord des Heren kwam tot mij, mensenkind, dus Ezechiël wordt mensenkind genoemd, oftewel Adamiet. Hef een klaaglied aan over de koning van Tyrus. En zeg tot hem, zo zegt de Heere, Heere. Volmaakt zijt gij van gestalte, vol van wijsheid, volkomen schoon. Het gaat hier over Lucifer. In ede waart gij, Gods hof, allerhande edelgesteente overdekt u. Rode jaspis, chrysoliet, prasem, turkoois, sycopras, nefriet, lazuursteen, hermiet, malachiet. Van goud was het werkstuk waarin zij waren gevat en aan u vastgehecht. Toen gij geschapen werd, waren zij gereed. Gij waart een beschutte seerup met uitgespreide vleugels. Ik had u een plaats gegeven. Gij waart op de heilige berg der goden, wandelend te midden van de vlammende stenen. Onberispelijk waart gij in uw wandel, vanaf de dag dat gij geschapen werd, totdat er onrecht in u werd gevonden. Door uw uitgebreide handel zijt gij vervuld geraakt met geweldenarij en kwam gij tot zonde. Van de berg der goden verbande ik u en deed u weg. Gij beschutte seerup van tussen de vlammende stenen. Trots was uw hart op uw schoonheid, maar uw luister heb gij ook uw wijsheid teniet gedaan. Ter aarde wierp ik u neer en maakte u tot een schouwspel voor koningen en met leedvermaak naar u om te zien. Door u vele ongerechtigheden, door het onrecht bij uw koophandel, heb gij uw heiligdommen ontwijd. Vuur deed ik oplaaien uit uw midden, dat verteerde u. Ik maakte u tot as op de grond voor de ogen van alle die u zagen. Alle die onder de volkeren u kennen, ontzetten zich over u. Een verschrikking zijt gij geworden. Verdwenen zijt gij voor altijd. Een belangrijk stuk om nog eens een keer heel aandachtig voor uzelf goed door te lezen. Dit gaat over Satan, die een beschitte seerup was bij God. En hoe hij gevallen is door zijn hoogmoed en in verschrikkelijke zonde. We kijken naar een ander profeet, naar Jesaja. Jesaja 14, vers 12 tot 15. Hij zegt het volgende. Hoe zijt gij, Lucifer, uit de hemel gevallen, gij, morgenster, zoon des dageraads? Hoe zijt ge ter aarde geveld? Let op, overweldiger der volkeren. U ziet het hoe de volkeren, de Midden-Oosten en de Aziatische volkeren, moordend en plunderend over de aarde gaan. Ook onder die zwarte volken van Afrika. En gij overlegde nog wel, ik zal ten hemel opstijgen, boven de sterren gods, mijn troon oprichten en zetelen op de berg der samenkomst, ver in het noorden. Ik wil opstijgen boven de hoogten der wolken. En dan zegt hij, mij aan de allerhoogste gelijkstellen. Integendeel, in het dodenrijk wordt gij neergeworpen, in het diepste der groeven. Als zo'n hooggeschapen engel valt, en dit is zijn toekomst, hoe te meer moeten wij als mensen oppassen voor onszelf, dat ook ons nog niet kan overkomen. In deze 2 gedeelten hebben wij een goed overzicht gekregen wie en wat de duivel was en
is geworden. Er zijn mensen die zullen zeggen: de Heilige Geest spreekt door de profeet Ezechiël, terwijl hij spreekt met deze koning van Tyrus. De Bijbel gebruikt dikwijls deze methoden om een bepaald persoon aan te spreken. Dan gaat het om die persoon binnen of achter de doelstelling van die persoon om dat bloot te leggen. Een goed voorbeeld vinden wij in Matteüs 16, de versen 16 tot 19. Let goed op. Simon Petrus antwoordde en zeide: Gij zijt de Christus, de gezalfde koning van Israël, de zoon van de levende God. Met een uitroepteken. Simon Petrus antwoordde en zeide: Gij zijt de Christus, de zoon van de levende God. En Jezus antwoordde: Zalig zijt gij, Simon Barjona, want vlees en bloed heeft u dat niet geopenbaard, maar mijn Vader die in de hemelen is. En ik zeg u dat gij Petrus zijt, en op deze Petra, dat is een kleine letter, zal ik mijn gemeente bouwen en de poorten van het dodenrijk zullen haar niet overweldigen. Dit was Jezus' antwoord op een vraag die hij eerder had gesteld. En na verschillende antwoorden geeft Petrus het juiste antwoord. Dit vertelde Jezus aan de discipelen om hen duidelijk te maken dat hij ging sterven en dat hij door heidenen vernederd zal gaan worden. En hij bitter moest lijden. Dan gebeurt er een wonder. De Heilige Geest komt over Petrus en dan komt pas het juiste antwoord. Maar even later spreekt Petrus zonder de Heilige Geest. In vers 22 en 23. En Petrus nam hem terzijde en begon hem te bestraffen, zeggen: Dat verhoede God, heren, dat zal u geenszins overkomen, met een uitroepteken. Doch hij keerde zich om en zeide tot Petrus, moet je goed opletten wat Jezus dan zegt, ga weg achter mij, Satan, gij zijt mij een aanstoot, want gij zijt niet bedacht op de dingen Gods, maar op die van mensen. Hier was Petrus eerst een kanaal. Voor het eerst een kanaal van Satan. Laat dit voor ons een ernstige waarschuwing zijn. Door wiens mond wij spreken. Geen wonder dat de Heere Jezus gezegd heeft: Zalig zijt gij, toen hij door de Heilige Geest sprak, Simon Barjona, want vlees en bloed heeft u dat niet geopenbaard, maar mijn Vader die in de hemelen is. Dan de vraag: op welke rots zal Jezus zijn gemeente, ofwel de Ecclesia, bouwen? Voordat ik dit ga uitleggen, wil ik eerst het volgende begrip uitleggen waar alles om draait. Dan moeten we eerst eens kijken naar Matteüs 13, vers 24 tot en met 30. Nog een gelijkenis hield hij hun voor en zeide: Het koninkrijk der hemelen komt overeen met iemand die goed zaad gezaaid had in zijn akker. Doch terwijl de mensen sliepen, kwam zijn vijand en zaaide er onkruid overheen, midden tussen het koren, en ging weg. Toen het graan opkwam en vrucht zette, toen kwam ook het onkruid tevoorschijn. Daarna kwamen de slaven van de eigenaar en zeiden tot hem: Heer, heb gij niet goed zaad in uw akker gezaaid? Hoe komt hij dan aan onkruid? Hij zeide tot hem: Dat heeft een vijandig mens gedaan. De slaven zeiden tot hem: Wilt gij dan dat wij het bijeenhalen? Hij zeide: Nee, want bij het bijeenhalen van het onkruid zoudt gij tevens het koren kunnen uittrekken. Laat beiden samen opgroeien tot de oogst. En in de oogsttijd zal ik tot de maaiers zeggen: Haal eerst het onkruid bijeen en bind het in bossen om het te verbranden. Maar breng het koren bijeen in mijn schuur. We kijken nog even naar deze titel van deze studie. Christenen en de leer van demonen. Wie waren die slechte zaaiers? Dat waren de kinderen van de duivel. Met andere woorden, demonen die zich voor de mens, die de mens had meester gemaakt. Pas op, dit is geen verhaaltje. Maar gruwelijke werkelijkheid, want alleen in de Bijbel kan een mens de grondslag van zijn bestaan op aarde vinden. Als deze wetenschap
in uw hart leeft als een goddelijke waarheid, dan pas begrijpt u als hij leest, toch terwijl de mensen sliepen. Hoe kon Kaïn als eerstgeborene uit volmaakte ouders zo'n grote, grove fout maken? De Heere God heeft Adam geschapen uit de stof, schuine streep klei van de aarde. En Eva uit een rib van Adam, dus uit dezelfde DNA. Hoe kan het dan dat hun eerste kind van de duivel was? Daar moet u goed over nadenken. We hebben net gelezen die gelijkenis van het onkruid tussen het koren. Want daaruit is het onheil over de wereld gekomen. Het onheil is gekomen uit de kinderen van de duivel als nageslacht van Kaïn. Die hebben onheil gezaaid, terwijl de mensen, dus Adamieten, sliepen. Zoals ook wij, het christendom en het Nederlandse volk, slaapt terwijl er onder ons massa's onkruid uit het oosten en Afrika onder ons gezaaid wordt. Heeft u zich wel eens afgevraagd, waar was Adam toen Eva werd verleid? Waarom heeft hij haar niet beschermd? Wat veel christenen niet weten is dat het hier niet om een natuurlijke slang gaat, zoals ons wordt geleerd. Nee, Nachas was de naam van een prachtig wezen, een engel van het licht, die Eva verleidde. En deze valse engel had een menselijk lichaam aangenomen en daarom kon hij gemeenschappen met Adams vrouw. En dit speelde zich af in de zichtbare wereld. Nogmaals de vraag, waar was Adam? Zoals ik het begrijp, sliep Adam werkelijk en zodoende kon het valse engel Eva verleiden en uit deze gemeenschap is Kaïn geboren. En zo is het zaad van de boze op de aarde gezaaid. De apostel Paulus, die deze geschiedenis uit het Oude Testament goed kende, brengt het zo onder woorden in Efeze 6, vers 11 en 12. Doe de wapenrusting Gods aan om te kunnen standhouden tegen de verleidingen des duivels. Dat is meervoud. Want wij hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen de overheden, tegen machten, tegen wereldbeheersers der duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten. Dit hele gedeelte staat in het meervoud, lieve mensen. Laat dat door u doordringen. Het is niet één duiveltje, maar er zijn massa's demonen die over ons zijn uitgestort door de zonden van Adam en Eva. Ook onze mensen slapen vandaag. Daarom kunnen verkeerde leerstellingen uit de Bijbel worden gehaald. Er worden verkeerde begrippen op Gods volk afgedrukt. Dit gebeurt onder Satans misleiding. Ik praat nu met u over christenen en hun valse demonenleer. Daarom moeten wij altijd aan God vragen dat Hij ons denken bewaart en ons verstand verlicht door de Heilige Geest. Wij moeten waken dat er geen verkeerd zaad in ons denken wordt gezaaid. Wij moeten erbij stilstaan dat wij elke dag van ons leven op vele manieren gebombardeerd worden door reclame, overheid, films, kranten, tv enzovoorts. Iedereen wil wat van ons hebben. Mensen willen ons geld, je arbeid en je stem voor de politiek. Daar wordt reclame voor gebruikt. En daar zijn allerhande gehaaide andere mensen voor om ons alles zo mooi voor te spiegelen dat we daarin stinken. Zij willen onze invloed in hun macht krijgen. Kijk maar over de televisie als die gehaaide mensen van de politiek met hun praatjes verschijnen. Kijk naar de reclamewereld hoe zij dat doen. Daar worden meestal vrouwen voor gebruikt. Die kunnen zo heerlijk mannen verleiden voor iets wat hen in het ongeluk stort. Wij zijn er zo aan gewend geraakt dat wij denken
dat we ons niet laten misleiden. Maar de waarheid is totaal anders. Hoeveel mensen zijn niet verslaafd aan roken, drank, drugs, seks, gokken, enzovoorts, enzovoorts. Ik kan wel een hele waslijst opnoemen. Maar u kunt ook zelf veel dingen bedenken. En dit alles staat onder beheer van de vorst der duisternis. Ik moet dan denken, als jonge mensen op die dansfeesten staan, ze hossen als een gek onder invloed van drugs. Ze staan te dansen op muziek van demonen. En onze koning en onze koningin vinden dat prachtig, want zij hossen net zo makkelijk mee als het gewone volk. Hoe geef je een slecht voorbeeld? De Bijbel onderwijst ons zeer duidelijk dat er machten en overheden in de lucht zijn. Demonen worden die genoemd, die mensen in bezit kunnen krijgen. Ik heb er zelf een uitgebreide studie over gemaakt. Er is goede lectuur op dit gebied. Te veel om hier in deze korte Bijbelstudie of overdenking te behandelen. Men is er zich niet van bewust hoeveel duivelse leerstellingen in de kerken worden onderwezen. Daarom deze Bijbelstudie om daarachter te komen. Er wordt heel wat keren vroom gepreekt en dan wordt er ook nog gezegd dat dit onder inspiratie van de Heilige Geest zal plaatsvinden. Ik kijk regelmatig naar christelijke programma's op de televisie om te weten hoe die satanische invloeden zijn. Als ik kijk naar de NCRV met Schepper en Co, daar zit een vrouwelijke theologe. Alleen haar aanblik word ik al niet goed van. Die elke keer met zogenaamde belangrijke gasten praat. En er komt niks christelijks uit haar mond. Allemaal leringen van demonen. Het is echt gruwelijk om te zien. Maar de EO is precies hetzelfde, want ik kijk elke dag ook nog even naar Geloof, Hoop en Veel Liefde. Ook zo'n programma met zo'n sjoemel-evangelie, om maar een nieuw woord te gebruiken. Brengen zij als evangelie het echte evangelie van Jezus Christus, zal de koning van Nederland? Natuurlijk niet. Het is allemaal praatjes voor de vaak, allemaal om mensen met slimme programma's in hun gebied te lokken. Om aandacht van hun te krijgen. Het gaat alleen om geld en om macht. Er zit geen kracht in het evangelie van de evangelische omroep. Dan praat ik niet eens over de RKK en de Rooms-Katholieke Kerk die helemaal uit demonen bestaat. Dat is een kerk, dat is een hoerenkerk volgens het boek Openbaring. Maar we zijn er zo aan gewend geraakt dat we er nog naar kijken ook. Een hardnekkig voorbeeld bijvoorbeeld is dat de kerken beweren dat het huidige Jodendom, en ik zal zeker daar op tenen van mensen gaan staan, het volk van God vertegenwoordigen. En dat onze blanke voorouders gewoon barbaren waren die tot geloof in God zijn gekomen. En dat wij nu die Jood dankbaar moeten zijn dat zij ons de Bijbel doorgegeven hebben. Volgens de huidige opinie is het Joodse volk het volk van God en wij zijn een groep heidenen die tot geloof zijn gekomen. Na de Rooms-Katholieke Kerk als valse kerk is dit de grootste leugen die ons ooit op de mouw is gespeld. Dat Joden het uitverkoren volk van God zouden zijn. Volgens Jezus' woorden in Johannes 8 vers 44, dat hij zegt jullie hebben de duivel als vader, dan zie je dat Jezus eigenlijk zegt tegen de Joden, en die, als wij de Joden vinden dat zij Gods volk zijn, dat wij dan leringen van de kinderen van de duivel leren. Daar hebben wij heel veel op onze website staan. Het zijn boute uitspraken die ik zeg, en daar ben ik me zeer goed van bewust, maar God kent geen uitverkoren volk van Joden. God heeft één uitverkoren volk, en dat zijn de 12 stammen van Israël, waarvan de 10 verloren zijn geraakt. Het huis van Israël en het huis van Juda is ook zwaar gestraft voor haar zonden. Uit dat gedeelte van Juda is het Jodendom ontstaan die zich bij Juda hebben ingelijfd. Net als in die gelijkenis van het onkruid in die akker.
Ik heb deze onzin, die ik net aangehaald heb, onderzocht en kwam tot de volgende ontdekking, waar ik erg van geschrokken ben, dat 90% van het huidige Jodendom is het nageslacht van echte heidense volkeren in de dagen van de Bijbel, en wel uit Esau en Amalek. Wanneer jij daarop zal ingaan, dan zal jij ondervinden, zoals onze Israël voorouders in de Bijbel, die hetzelfde hebben ondervonden, dat zij werkelijk een groep heidenen waren. Dit wordt vandaag gepreekt. We moeten aan deze valse Joden onze dankbaarheid tonen. Misschien kent u de kreet wel die door de politiek als door kerkelijke leiders steenvast wordt gebruikt als zij over onze afkomst spreken. Dan zeggen zij dat onze wortels uit de Joods-humanistische hoek komen. Hoe ernstig worden wij misleid? Dit is niet het thema waar ik nu over vertel. Maar ik wil u daar wel iets over demonstreren, over wat ik zeg. Want de leerstellingen van de Romeinse kerk door de eeuwen heen was zo hierdoor geraakt gezien, dat zij vele eeuwen ons volk in diepe duisternis hebben gebracht. Men spreekt niet voor niks van de donkere middeleeuwen. Na de reformatie is het niet veel beter geworden. De protestanten namen veel leerstellingen van deze heidense kerk over. Het zijn en blijven leerstellingen die in strijd zijn met de Bijbel, met andere woorden het woord van God. Een goed voorbeeld is ook nog wel de zogenaamde opname van de gemeente. Dit is een hersenspinsel van een Romeinse priester met de naam Ribera. De oude hervormers ontdekten dit en lieten zich niet misleiden. Eensgezind riepen ze dat de paus de mens de wetteloosheid was en nog steeds is. De paus noemt zich immers plaatsvervanger van Christus, de gezalfde koning van Israël. Nou, wij hebben goede lectuur over dit onderwerp. Neem contact met ons op, dan kunnen wij het u toesturen. Verder wordt er beweerd dat het oude Israël is vervangen door de Rooms-Katholieke Kerk en dit is nu een geestelijk koninkrijk. Dit is ook door de reformatie klakloos overgenomen. Nu bestaat Gods koninkrijk uit alle volkeren der aarde en heeft een geestelijke bestemming. Er zijn door mij vele valse voorbeelden gegeven van zogenaamde geestelijke opwekkingen die de wereld in rep en roer hebben gebracht en die later zo vals waren als de baard van Sinterklaas. Ik heb vele jaren gestudeerd in deze zaken. Wat ben ik ernstig teleurgesteld van mijn Pinksterbroeders en al die anderen. Ik kan er een heel boek over schrijven als ik dat zou willen. Dit kon gebeuren omdat onze ouders en kerkleiders geen enkel inzicht hadden in het Oude Testament, in het Woord van God, de Bijbel van Jezus, Mozes, Psalmen en de profeten. Ze weten niet wat Gods werkelijke koninkrijk op aarde is. Hadden zij maar de profeet Jesaja bestudeerd, dan hadden zij kunnen weten wie de tegenstander was en nog steeds is. Jesaja 14 vers 14 zegt immers, ik wil opstijgen, zegt Satan, boven de hoogste der wolken, mij aan de allerhoogste gelijkstellen. Je kijkt maar naar die paus, die wil plaats vervangen van die gezalfde koning van Israël op aarde. Die leugenaar. Daardoor is Satans val ontstaan en werd hij de duivel, Satan, tegenstander genoemd. Hoe worden de uitverkorenen misleid? Door twee valse dingen. Eerste plaats door valse profeten en valse christenen. Door valse herders, punt 2, die op zondag de kansel betreden. Het grootste deel van het kerkvolk denkt dat zij niet misleid worden, omdat hun herder en leraar 7 jaar universiteit heeft gestudeerd en het wel zal weten. Sommigen hebben zelfs doktersgraden. Daarom komt de meeste misleiding vandaan. Hetzelfde vindt men in de zogenaamde vrije grote megakerken in Amerika. Men krijgt ze elke dag op onze tv te zien. Maar aan hen en aan hun leermeesters komt een einde. Openbaring 20 vers 1 en 2 leert ons. En ik zag een engel neerdalen uit de hemel met de sleutel des afgronds en een grote keten in zijn hand.
En hij greep de draak, de oude slang, dat is de duivel, Satan, en bond hem 1000 jaren. Hij is nu nog bezig om briesend rond te gaan en het slechte zaad in ons denken te zaaien. Laat ik u nog een belangrijke tekst doorgeven. Deze gaat over onze broer Paulus, hoe hij met de listen van de duivel heeft weten om te gaan. In 2 Korinthe praat hij hoe hij zelf in de zevende hemel is geweest en hoe deze wonderlijke dienstknecht van Israëls Gods getuige geeft. Hij gaat zelfs verder. Hij zegt in 2 Korinthe 12 vers 7, en ook om het buitengewone van de openbaring, want daar gaat het om dat wij als wederom geboren christenen weer terug kunnen keren in die prachtige koninkrijk van God. Wij kunnen door berouw, bekering, door doop en wedergeboorte, vervuld met de Heilige Geest, openbaring ontvangen. Daarom zegt Paulus, daarom is mij, omdat ik mij niet te zeer zou verheffen, een doorn in het vlees gegeven. Een engel des Satans om mij met vuisten te slaan, omdat ik mij niet te zeer zou verheffen. Wij moeten als wederom geboren Israëlieten oppassen dat wij niet buiten onszelf treden, op onze tenen gaan staan en verheffen, of dat wij alles beter weten. Onze taak is om heel simpel het evangelie van het koninkrijk recht te snijden. Om te gaan staan voor de waarheid van dat evangelie van God. Dat hij zijn volk heeft verlost op het kruis van Golgotha. Dat is de taak en de roeping van Jezus geweest. Ook voor ons in deze tijd. Wij als Nederlandse volk behoren tot een van die 10 stammen. Om deze getuigenis doen vele valse voorstellingen van zaken de ronde, zoals Paulus. Paulus zegt dat hij door genade en niet uit zichzelf. Hij zegt tegen, want God de Vader zegt tegen Paulus, mijn genade is genoeg. En God heeft hem het antwoord te geven door openbaring in zijn Zoon Jezus Christus, wie hij werkelijk was. Jezus van Nazareth is de gezalfde koning van Israël. Hij is de losser van zijn volk Israël. Hij heeft die vrouw Israël op het kruis van Golgotha bevrijd van haar scheidbrief. Welke theoloog weet dat vandaag? En daarom kan die duivel door valse boodschappen, door valse herders, door valse theologen, de Heer Jezus heeft ons gewaarschuwd. God heeft gewaarschuwd in Jesaja 36. Er zijn geen herders die mijn volk leiden. Daarom is ons volk, zegt God, mijn volk verspreid over de hele aarde. En ze worden verscheurd. Daarvoor zegt Petrus dat die duivel rondgaat als een brullende leeuw die verscheurt. En wij doen net of dat niet zo is. Maar de werkelijkheid is anders. Tot slot van deze korte Bijbelstudie en overdenking is: hoe kunnen wij die demonen, die valse leer, weerstaan? Door goed onderwijs te volgen vanuit Mozes, psalmen en profeten. Hoe kunnen wij die duivel overwinnen? In de naam van de gezalfde koning, Jezus van Nazareth. Met het bloed van Jezus van Nazareth. En met het woord van God. 3 belangrijke zaken. De naam van Jezus, het bloed van Jezus en het woord van God. Maar dan moet u deze naam van Jezus van Nazareth in uw hart kennen en hebben opgeborgd. U moet gewassen zijn in het bloed van het Lam. U moet het woord van God goed kennen. Dan hoeft u niets te vrezen. Ik ben een ervaringsdeskundige. Ik ben begonnen toen ik tot geloof kwam in een samenkomst van het leger des heils. Maar ik ben nooit geestelijk gegroeid in al die 10 jaar dat ik heilsoldaat ben geweest. Totdat ik zelf dat woord van God ging onderzoeken. En toen is alles in mijn leven veranderd. Je moet er wel veel voor over hebben. Maar gelukkig, wat een geweldige zegen en een rijkdom is. Dat ik mijn identiteit als Israël heb leren kennen. Dat ik volwaardig vrijgekocht ben. Dat ik een wederom geboren Israëliet ben. En dat ik ook nog dat woord van God voor u mag brengen als evangelist voor het verloren huis van Israël. En ik weet dat ons Nederlandse volk een van die stammen van Israël is. Daarom presenteer ik graag Radio Ecclesia. Radio met goed nieuws,
Niels met een eeuwigheidswaard. Op de volgende geluidsdrager ga ik met deel 3 verder. Dat wij gaan zijn of worden meer dan overwinnaars. Tot de volgende keer, luisteraars. En mogen de God van Abraham, Isaac en Jacob u zegenen en uw hart blij maken en een verlangen in uw hart geven om zijn kostbaar woord te onderzoeken, zodat u in een blijheid en een grootheid niet alleen uzelf gered wordt, maar dat u ook zichzelf als licht zal dragen tegenover uw naaste, uw eigen Nederlandse volk. Mogen de God van Abraham, Isaac en Jacob u zegenen in Jezus' naam. Amen.